hebben vandaag een pompoen, een hele grote, aan de leeuw gegeven. Van de kampioen van de Nederland, de grootste pompoen van Nederland hebben wij gekregen. Die hebben ze aan ons geschonken. En we wouden natuurlijk iets bijzonders mee doen. En we hadden verwacht dat de leeuwen heel erg graag zo'n pompoen kapot zouden maken. Dat is voor de leeuwen heel belangrijk, dat ze dingen hebben om bezig te zijn, verrijking noemen we dat. Zodat ze lekker dingen kunnen kapot maken, wat ze in het wild ook doen, maar dan met een prooi. Hadden we nu verwacht met een pompoen, maar dat was helaas niet zo. Ik had echt verwacht dat ze erop ging rennen en helemaal kapot ging. Maar dat is dus niet waar. We hebben water gegeven en goed kunstmest gegeven. Ja, en hoe zorg je dan dat hij zo groot wordt? Dat is een geheim. Ja, het mannetje die was wel geïnteresseerd erin. En die ruikt natuurlijk dat er vlees in zit en het is een gek ding in zijn verblijf. We hadden iets meer van verwacht, maar het zijn leeuwen, het zijn dieren, je weet nooit wat er gaat gebeuren. De ene keer vinden ze het wel heel leuk, vorig jaar wel en dit keer niet.